Visite, visite, een huis vol visite. Ja, zo'n melodietje, die tekst. Zit voor altijd in je kopje gegrift. Ja, in je herinneringen. Jullie en ik en heel veel mensen zijn daar mee opgegroeid. Met de liedjes van Lenny Koer. Ja, en altijd vrolijk en gezellig. En weet je al. La, 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 la. Ja, die. Ja, daar zijn wij mee groot geworden. En die Lenny Koer. Ja, beste vrienden, hoe haal je dat nou in je hoofd? Daar gaan dan mensen op een podium springen terwijl ze optreedt. Die vrouw is 74. Die vindt het nog leuk in de nadagen om mensen een beetje te vermaken. En nog een beetje te zingen. En daar springen dan die halve garen zo'n podium op. En die gaan haar dan beledigen en heel agressief uitschelden. En zo'n optreden verstoren, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kan dat nou? En juist die Lenny Koer. Want Lenny Koer die doet geen vlieg kwaad. Lenny Koer die heeft mijn hart gestolen en die heeft mij enorm ontroerd. Tijdens corona, toen zag ik ineens een videootje en daar stond zij dan. Lenny Koer, gewoon uit zichzelf, was ze op een hoogwerker gegaan met een gitaartje. En daar stond ze voor de ramen van bejaardencentra en voor verpleeghuizen. Stond ze te zingen omdat die mensen toen niet naar buiten konden. En dat deed ze gewoon belangeloos. En toen dacht ik, nou, jij bent echt goed. Dan ben je echt een goed mens. En die Lenny Koer, die zich ook nog nooit heeft uitgesproken over de oorlog tussen Israël en Hamas, die wordt nu dan belaagd. Nou. Ik kan maar één ding zeggen. Hey, blijf van Lenny Koer af.